Maar sta ik hier heerlijk tussen de Nederlandse flora en fauna, hè? Vindt u niet? En je hebt mensen die kennen al die planten en al die beesten uit hun hoofd. Die kennen alles. Die weten dat dit lijsterbessen is bijvoorbeeld. En bramen. En dit is, ik heb echt werkelijk geen idee. Maar de vraag is, wat heb je daar nou aan als je dat allemaal uit je hoofd weet? Daar ga ik nu achter komen. Je hebt contact met de element. Oeh man, lekker toch? Ja, dat is wel, ja, dat is wel, ja. Lekker. Oh, kijk maar, heerlijk is dat. Heerlijk. Hij groeide heel hard en op een ochtend zei hij kukeleku. Deze? Ja. Ja, dat is de viervlek wielwebspin. Ja, ik heb die naam niet zelf bedacht. Hier zit ze? Ja, daar zit ze, ja. Het is een van de zwaarste spinnen, zeker als ze gevuld is met eitjes. We hebben nog iets veel leukers. We hebben hier de garande oeverspin. De? De garande oeverspin. Dat is een van de grootste in Nederland. Midden in een Velpse villa-wijk ligt de groene oase van kunstenaar Chef van der Molen. Hij huurt dit huis in de grond sinds 32 jaar. In die jaren legde hij een bijzondere tuin aan. Voor sommigen is het een chaotische wildernis. Maar dat is nou precies wat Chef zo mooi vindt. Ik wil gewoon een hoop leven om me heen. Ik wil geen dode boel. En netjes. Ik vroeg vroeger altijd aan mijn moeder, waarom zijn tuinen nou zo netjes? En zei ze, ja, dat hoort nou eenmaal zo. En dat heeft me altijd bezig gehouden. En ik vond het verschrikkelijk. Want ik kwam zelf uit Arnhem. Met het bombardement was een muur omgevallen. En er lagen allemaal losse bakstenen. En daar waren mijn vriendjes. Er waren de pissenbedden en de duizendpoten en de oorwormen en allerlei andere beesten. Die leefden daaronder. En dan kwam ik bij een tante in de tuin. En dan was het steriel met een gezonnetje. Er valt niks te beleven. Wat is de bedoeling van deze tuin? Zoveel mogelijk West-Europese, Noordwest-Europese fauna en flora. Daar gaat het om? Daar gaat het mee om. En hoeveel heb je er? Nee, ik weet niet, in de 430 soorten of zoiets. En hoeveel planten zijn er in de Noordwest-Europese fauna en flora? Dat is wel meer. Ja, hè? Ja, natuurlijk. Dat is 2,5, 3 keer zoveel, ja. Dus je moet nog even doorplanten? Ja, ja. Wat is dat? Dat is koninginnenkruid. En dit? Dit is een Japanse paardenstaart. Dat vind ik gek. Dat is een Noord-Europese flora. Ja, daarom. Daar ben ik ook niet blij mee, maar die is ook wel uitroeibaar. Die krijg je er nooit meer uit? Die krijg je er niet meer weg, nee. Maar dat zijn van die miskleunen die je dan maakt, ja. En wat wel leuk is, dat is bijvoorbeeld de moerasvaren. Die doet hier lekker zijn werk. Deze zijn leuk, hè? De sigaren. De kleine lisdodde, ja. Ja, prachtig. Ja, de smalle lisdodde. Lekker ouderwets. Ja. Wat zit daar? Dat is de kleine winterjuffer. Ik zie echt niks. Dat is een libelletje. Dat is een van de kleinste libelletjes in Nederland. Hier, daar staat hij nog wat meer. Oh ja, ik vind het wel heel mooi. Ja, en er zit, op dit moment zit daar dat wansje, de pyjama-wans zit daarop. Daar? Ja, de pyjama-wans. Ja. Nou, mijn dag kan niet meer stuk, denk ik. Ja. Oh, daar. Ja. Dat is de pyjama-zwans. Ja, dat is de pyjama-zwans. Jij weet echt alles, hè? Nee, niet alles. Je bent gewoon een wandelende insectenwinkelenprins. Zo zie je er ook een beetje uit.
Nou, dank je. Kijk, spitsmuis. Huisspitsmuis. Ja, zit gewoon een muis. Een muis. Een muis. Ja. Wat heeft het nou gebracht in jouw leven, chef? Ik voel me daar als onderdeel van. Ja, het is gewoon zo, ja. Ik ben er altijd mee bezig. Ja, in mijn hoofd, in mijn gedachten, in mijn gevoel. Dat zul je zo meteen wel zien als je binnen bij mij kijkt. Het is ook allemaal, het heeft ook allemaal met de natuur en zo te maken. Ja, zo komen we rond. Ja. Je hebt hier ook nog een hele bijzondere, zeldzame plant. Wat is dit? Dat is de Spaanse zuring. Die komt maar op een paar plekken in de Nederlandse voor. Nou, en hier de tongvarens. Ja, mooi. Enorme partij tongvarens hebben we hier in de tuin. Dit is asperge, wilde asperge. Oh, wilde asperge. Komen de besjes ook uit. Familie van, mooi. Moeraswolfsmelk, de grootste wolfsmelk die we hebben in Nederland. Ja. Oh ja. Je hebt die kruisspin. De kruidvlier. Maar jij zei van, de tuin loopt eigenlijk gewoon door naar binnen. Eigenlijk wel, een beetje wel, ja. Ik heb hier ook nog wat te laten zien. Och, hemel. Jij bent hier aan gewend, maar wat heb je toch in godsnaam allemaal aan je muur hangen? Allemaal krabben en kreeften? Ja, ja. Wat heb je daar? Ja, van alles en nog wat. Fossielen, takjes en je hebt werkelijk alles wat maar iets met de natuur te maken heeft, heb jij gewoon je huis ingesleept. Ja, zo'n beetje wel, ja. Jouw tuin vind ik dan heel, heel begrijpelijk mooi en organisch. Ja. En hier zou ik hier, denk ik, heel erg veel jeugd van krijgen. Er komt iedere keer weer een spul bij, hè. Het zijn cicaden bijvoorbeeld. Daar vlinders niet en vliegen van. En dingen. Dit zijn wansen ook weer. Oh, wansen weer, ja. Hier zit die pyjama-wans, zit hier ook, zie. Ja. Met zijn zusje. Ja, hey, maar chef, ja. Wat gaat hiermee gebeuren? Stel dat jij zegt, ik doe het niet meer. Oh, dat weet je niet. Nou, we zijn dan met dingen met Larenstein, met Van Hal bezig, met studenten die hier misschien wat komen doen en zo. Want chef is ernstig ziek. En omdat hij in een huurhuis woont, is het maar de vraag of de tuin na zijn dood wel blijft bestaan. Ik hoop gewoon dat het verder gedragen wordt en dat men hier wat mee doet. Mijn gedachtegoed. En stel nou dat ze zeggen, nou, het was leuk voor die man. En nou de bulldozer erdoor. En de bulldozer er weer doorheen. Ja. En dan? Ja, jammer dan. Ja, ik geloof er niks van. Volgens mij wil je gewoon heel graag dat het blijft. Ja, tuurlijk. Er zit zoveel werk in. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar het moet reëel blijven. Mooi, hè? De rivier, de helling in Wageningen. Lijkt wel buitenland. Oh, overstekend groot wild. Hallo? Kom jij doen? Sta je op de uitkijk? Wat gezellig. Hallo. Hoi, ik ben Harm. Hallo? Ga je hallo zeggen tegen mij? Hallo? Kom maar. Hoort bij u. Oh, kom er even bij. Nee. Waarom niet? Ik vind je hartstikke lief, maar ik nee. Nou, wat vind je nou zo erg om in beeld te komen? Nou, ik hou niet van publiciteit. Ja, maar waarom niet? Hoe weet je dat nou? Want je doet het nooit. Nee, maar ik zie het altijd bij jullie wel in de uitzending, hoe of dat gaat. En dan denk je gezellige, leuke mensen, als ja, ik het maar niet hoef. Ja, leuke mannen, denk hoe groot zou die zijn. Nou, het valt nog niet tegen, hè. Maar nou hou je me net zo lang praten als aan de telefoon, dat je toch... Vind je niet? Ja, vind ik. En dan bestel je toch gewoon weer 20 boeken die je niet wil. Zo is het. Zo maar leg nou even uit hoe lang je hem hebt, Chip. Chip wordt in oktober 7. Ja. En wij hadden hem toen, is hij 10 maanden. Toen kwam hij bij ons. Heel fijn beest. Dit is onze vijfde. Jullie vijfde bokser al? Ja. Alleen maar boksers? Alleen maar boksers. Hoe kom je daar nou bij dan? Ja, eenmaal mee begonnen en dan kijkt de ras en dan ben je er zo aan verknocht. Gewoon het karakter van het beest. Altijd goed gezind, zeg maar. Ze zijn vrolijk tot aan de dood. Ze het leven in de brouwerij. Vrolijk tot aan de dood, dat vind ik een mooie. Ja, ja. Is dat wat wij kunnen leren van boksers? Ja? Ja, ja, ben je bang voor de dood? Nee. Waarom niet? Nou, waarom wel? Ja, dat snap ik ook nooit. Maar iedereen is altijd bang voor de dood. Ik merk er zelf toch niks meer van. Je gaat gewoon dood? Ja. Ga je dat doen? Vrolijk tot aan de dood? Ik hoop het. Als me dat gegeven is, ja. Maar dat helpt toch ook een beetje als je dat zelf al wil? Ja, natuurlijk, ja. Ja. Zie je nou waarom ik hier gestopt ben? Ja, ik snap hem, ja. Je eerst wil je dan niet? Heb je toch een verhaal. Nee, maar het is ook gewoon heel mooi. Oh, nou. Ik denk dat iedereen die kijkt, de kijkers naar je hond. Als je een vrolijke hond hebt, leer er eens iets van. Ja. Wat af van Nederland, hè? Ja, ja. Nee, dat denk ik niet aan mee. Kijk. Ja, alles zijn zo. Dames en heren. Hallo. Vrolijk tot aan de dood. Oké.
Ja, deal. Zie je nou? Hier. Je moet gewoon de straat op. Ja, ja. Tjoekie, tjoekie. Prr, 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 prr. Nou, dit is Truus. Truusje heb ik gekocht als kip. Maar hij was echt nog een stuk kleiner dan Ad toen hij bij mij kwam. En ik dacht dus ook echt dat het een kipje was. Maar hij groeide heel hard en op een ochtend zei hij kukeleku. Toen ik het ontdekte, kukeleku die nog heel zacht, dacht ik in het begin, nou als dit het is, dan is het wel hanteerbaar. Maar ik heb hem eigenlijk met een week al naar binnen toe gehaald, omdat het gewoon niet te doen was. Want Esther woont niet op het platteland, maar in een woonwijk. Terugbrengen naar de fokker kon niet en dus besloot Esther Ad en Truus 's nachts binnen te halen. Door de week mogen ze om 8 uur naar buiten. In het weekend kunnen de buren lekker uitslapen tot 11 uur. De oorspronkelijke namen waren na wat grappen Ermentrude en Adelbrecht. Ze werd er heel gauw Ad en Truus. En toen bleek Truus dus de haan. Toen heette het mannetje Truus en het vrouwtje Ad. Maar ja... Ze zijn zo leuk samen ook. Dat is echt... Truusje let op Ad. Dat hoort natuurlijk ook zo, maar... Dus ik wil hem eigenlijk helemaal niet kwijt, maar ik ben ook nog wel steeds... Ja, rond aan het vragen ook aan mensen, hebben jullie er last van? En tot nu gaat het heel erg goed. Goedemorgen. Hallo. Heb je geen last gehad van Truus? Nee, helemaal niet. Oh, dat is goed. Ik hoef ze zelfs vanmorgen de wekker niet te zetten. Want ik dacht, Guus die wekt me toch wel. Esther heeft tot nu toe geen klachten van haar buren. Ja, en hij kukelekuut overdag verder ook bijna niet, hè? Nee. Ik denk dat hij de hele dag zou kukelekuuten, dat hij er wel een beetje kriebelig van zou worden. Hij mag wel een keer een andere toon gebruiken. Oké. Nou, pak aan. Leg hem maar op de balk. Op deze? Ja. Kijk, heb ik hier voor jou een spatzeil. Over dit ding nog? Trek je gewoon aan. Dus als je dat voor elkaar kan krijgen, is dat goed. Nou, dan hijsen we die een beetje zo op. Ja. Anders ga je er bovenop zitten. Oké. En dan kunnen we wat mij betreft te water. Ik voel me nou net een soort rolmops. Ja, dat is toch mooi, man. Zometeen geef ik jou een correctieslag. Wacht even hoor. We kennen elkaar eigenlijk nog niet zo goed. Toon. Ja? Wat was dit nou net? Wat? Dat was zo'n mannetje onder elkaar ding was dit? Dit mannetje onder elkaar ding is dit. Als je het niet doet wat ik zeg, dan krijg je een correctieslag. Zie je? Dat vind je leuk, hè? Mannen. Ik zie dat meteen bij jou zo'n testosterongehalte gaat zo. Ja, meteen. Hoort dat er ook bij? Ik dacht, kajakken, dat is één met de natuur, lekker varen, niks aan de hand. Bij jou is meteen een soort prestatieding. Prestatie? Het is een lol, het is natuur, het is vrijheid, het is leven. Geen gelul, dat. Kajakken wordt een passie. En dat genereert energie. Stoppen met kajakken is als stoppen met leven. Dat is het motto van Toon Hoefsloot.
Hij is helemaal bezeten van kajakken en zit het liefst elke dag op het water. Weer of geen weer, Toon gaat erop uit. Kijk, zo'n boot is eigenlijk een vrij wankel instituut, hè? Gewoon even op je hielen. Ja, mijn hielen. Is al moeilijk. Twee handen zo. Op de steel. Ja. Ja. En je gaat gewoon voelt zo netjes naar binnen. Maar goed. Oh ja, kijk, zo. Ik zie je nog een beetje hellen. Niet doen. Want als je gaat hellen, probeer het maar. Dan gaat hij onderuit. Meteen al, zo snel al. Meteen. Lukt dit? Ja, dat lijkt me wel. Dat is wel 100% verbetering, toch? Oh, dat is wel waar, ja. Als je maar los in je heupen blijft. Ja, zeg, ik heb drie pinnen en een tussenwerpel. Kijk, dan heb je dus voor het eerst een krip gerond, hè, in een kajak. Mooi. Het is gewoon gezellig zo. Ben je de groep bij? Gezellig zo, en dan ga jij even zo... Dan kunnen we even hangen. Ja, dat is lekker. Ik kan gewoon. Kan je even ontspannen zo? Even ontspannen. Dat is lekker. Waarom ben je nou zo'n kano-fanaat? Ja, de simplicity van het geheel. Andere mensen die hebben kajaks, die hebben tweede huizen, die hebben grote motorjachten met allerlei apparatuur. Ik heb gewoon een bootje, ga erin zitten, ik heb een pijl. Punt. Toon had vroeger zelf ook een grote zeilboot. Maar toen zijn vrouw daar genoeg van kreeg, verkocht hij gewoon de boot en schafte een kajak aan. En daar heb ik nooit spijt van gehad. Maar als je nou zeilen, als je dat nou vergelijkt met kajakken, wat is hier nou leuker aan? Het is veel echter, het staat veel dichter bij de elementen. Het is veel dichter bij de natuur. Je hebt contact met de elementen. Oeh man, lekker toch? Ja, dat is wel lekker. Oh, kom, heerlijk is dat. Heerlijk. Kijk, die is ook leuk. Hallo, wil er iemand ruilen? Kom maar, ik wissel. Dit is heel moeilijk. Laat lopen die boot. Als je je boot verkoopt, dan zegt iedereen tegen je, verkoop toch niet je boot, man? Ja. Ik zei, ik wel. Voor mij is het iets minder, is voor mij juist meer. Het is zelfs zo sterk dat als ik op mijn 18e geweten had dat kajakken zo leuk was, ja, was ik nooit gaan zeilen. Zodra je je bootje los hebt van de wal, ja, dan treed je als het ware in een andere wereld. Hoe hard kan jij nou op je hardst? Moet ik het voordoen? Nee. Ja, doe maar. Ik heb het goed dat ik nou wel blijf zitten, maar... Nou, als ik aanzet, ja, dan ben je binnen een kortste keer uit het zicht verdwenen. Ik kijk gewoon de andere kant op, maar... Oh ja, je gaat wel hard, ja. Toon maakt regelmatig lange, barre tochten. Hij heeft alle Nederlandse rivieren bevaren, peddelde met windkracht 7 langs de kust van Wales en op de OCB Denemarken, ging wild water varen op Franse rivieren. Met in zijn kajak het hoognodige om primitief te kunnen kamperen. Ja, ik heb erover geschreven. Ik heb een aantal solotochten, gemaakt. Geen golf te hoog. Precies. Die ochtend is de wind nog aangewakkerd. Flessen vullen, zak oprollen, spullen stouwen, boot te water, de grote oversteek wacht. Bikkelen en beulen, echt kapot zitten. De golven zijn zo hoog. Het is een illusie te denken dat je het als kajakker droog kunt houden. Zo. Het komt gewoon met de kraag naar binnen gutsen. En dat is, je hebt dat ding om, dit heb je gewoon dicht. Ja. En dan gutst het gewoon naar binnen. Tjak, zo door de, ja, komt hier zo door de dus je wordt steeds zwaarder en het wordt steeds moeilijker. Op het laatste loopt het je surfpak in en via je benen in je surfschoenen. En dan denk jij, waarom heb ik die zeilboot ooit verkocht? Zo. Wat kunnen wij daar nog als gewone niet-kajakkende stervelingen van leren? Welke versimpelingsslag moeten we maken? Ja, als ik om me heen kijk, boten worden steeds groter. Alles wordt groter. Steeds maar meer, 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 meer. Mensen lijken nergens meer tevreden mee te zijn. En als zij de moeite zouden nemen om in simpel contact met het water hun weg te vinden, dan worden mensen veel gelukkiger. Ja. Zullen we nu even één worden met de natuur dan? Zwaar. Ja, fijn hè? Ja, mooi. Everywhere I go. I see lonely hearts and fallen leaves. Where do those hearts go? Do they find their match?
Oh, het gaat hier hard naar beneden. Kijk. Ja. Een pontje. Zo. Hup. Goedemiddag is het alweer. Zeg dat wel. Ja. Ik wil even vragen. Dit is zo'n mooie ontmoetingsplek. Wat gaan jullie doen aan de overkant? Wij gaan fietsen. Wat doe je in je werkzame leven? Ik ben predikant. Kijk! Ik heb een vrije dag vandaag. Ach! Dus, wat kan ik nou van jou leren als dominee? Dat je is regelmatig de tijd moet nemen om even stil te staan bij de dingen, bij je leven, bij je keuzes, wat belangrijk is. Ja, vind ik heel goed. Je weet, kom maar eens een keer langs. Zou ik gewoon zeggen, vrede voor jullie? We zijn nog op weg, ja. Wat ga je doen aan die kant? Ik ga naar mijn vriendin toe. Oh? Ja. Wat leuk. Ja. En zij woont daar en jij woont daar? Ja. Wel, man, daar heb je er al. Kijk, daar staat ze. Kijk. Ja, dat is Wat mij is dat? Hoe lang is het al aan? Nou, het is eigenlijk zo dat we hebben een paar jaar een relatie gehad en het is vorig jaar uitgegaan. Oeh. En nu is het eigenlijk officieel nog niet aan, maar bijna weer aan. En waarom is het nu dan toch weer beter aan het worden? Nou, omdat afgelopen tijd hebben we weinig contact gehad. En dat is heel goed geweest om gewoon even met onszelf bezig te zijn, onszelf te ontdekken, het leven te ontdekken. Ben je veranderd? Ja, ik ben echt veranderd, ja. Want anders begin je natuurlijk gewoon weer waar je toen gebleven was en weer binnen 2 weken de ruzie. Ja, dan kom je in dezelfde conflict inderdaad. Dus jullie hebben nu echt een kans, denk je? Ja, ik denk dat het gaat al veel leuker. Ja, het is veel spannender, veel leuker. Dus, mooi. Ja. Hier lag 3 maanden geleden, lag hier een heel groot gat, gewoon echt een krater. En er was gewoon levenslink allemaal tegels eruit gehaald. En zoals je ziet, de gemeente is inmiddels hier geweest. Ze hebben weer nieuwe tegels aangebracht. En ja, nu kunnen mensen gewoon veilig van het voetpad gebruik maken. Daar doe je het voor. En goed, nu we toch hier staan, zie ik meteen daar een hele onveilige melding waar mensen met oversteek over kunnen vallen. Dus dat wordt weer een melding van de week die de gemeente tegemoet kan zien. Ik ben een postbode op een missie en ik wil mensen helpen en ik wil mijn talenten gaan benutten. Ik voel een hele grote verantwoordelijkheid naar andere mensen toe, naar medeburgers toe. Nou, ik vind gewoon van ieder mensenleven is goud waard. Een postbode met een missie. Marco Verkleijs levensdoel is om de straten en stoepen van Nijmegen veiliger te maken. Tijdens zijn werk als postbezorger bij Sociale Werkvoorziening Breed geeft hij zijn ogen goed de kost. Losse stoeptegels, ontbrekende invalide opritten of gaten in de weg. Marco ziet ze. En die sla ik er gewoon op in mijn geheugen. Dan ga ik gewoon na werktijd, rij ik terug naar de melding. En dan maak ik er een foto van. En dan ga ik er actie op ondernemen door die melding zeg maar, door te sturen naar de gemeente. Met verzoek om te registreren. Het is gewoon levensgevaarlijk. Hier steek ik gewoon de rand uit. En mensen die gewoon druk zijn en die in zichzelf verkeerd zijn, kunnen gewoon je nek overbreken, zonder meer. Die gaat morgen vroeg de registratie naar de gemeente. Marco stuurt elke week wel een paar mailtjes naar de bel- en herstellijn. Met foto's en een uitgebreide situatiebeschrijving. Tot zijn grote vreugde reageert de gemeente meestal serieus en snel op zijn meldingen. En dan zie je gewoon dingen die gemaakt zijn, tegels die eruit lagen en die gewoon weer terug liggen. Dan denk je gewoon, yes. Ja, dan krijg je echt zo'n winnersmentaliteit. Ik voel me een Knight Rider. De man niet bestaat. Mensen snappen niet wie de afzender daarvan is, wie de aanjager, zeg maar, die melding heeft aangezwengeld om te laten maken bij de gemeente. It's from me, it's to you, for your eyes, it's a way. Is de stoep van straks zo'n meter uit? En als je overstak, ja. Daar kon je gewoon overheen vallen. Dus dat heb ik ook gemeld bij de gemeente Nijmegen. En inmiddels hebben ze het weer vlot getrokken, zoals je ziet. Ze mogen wel eens drempels leggen hier, meer drempels. Vooral het ziekenhuis te rijden met kinderen. Oké. Okay. Jana. Kom, schat. Ik zal het meenemen, mevrouw. Is goed, ik neem jullie informatie mee, mevrouw. Dank je wel. Oké. Hier is weer een melding die ik net tegenkwam. En zoals je ziet zijn er gewoon klinkers uitgetrokken door mensen. Ik meld het gewoon even, dan moet de gemeente maar kijken wat wijsheid is. Hierbij wil ik graag onderstaande stijlmelding bij u indienen.
Met daarbij het vriendelijke verzoek aan u om deze namens de gemeente Nijmegen in behandeling te willen kunnen nemen. Ze zijn heel blij met me, want ze hebben zeg maar... ik ben er pas geweest een tijdje geleden. En toen ter afsluiting vlak voor ik naar huis ging, kreeg ik deze mooie relatiegeschenk van de gemeente. Als, als dank voor de meldingen die ik tot nu toe zeg maar allemaal inbreng. Deze melding die gaat er morgenochtend uit. Deze melding kwam ik gisteren tegen toen ik zeg maar, met koopzondag zeg maar, in de stad liep. Hier ben ik heel trots op, want hier heb ik verzocht om de gemeente... om er zeg maar, een afritje in te leggen voor mensen die minder valide zijn. En het is inmiddels geregistreerd, zal ik je dat daar tonen. Dit liet ik op de computer zien, zeg maar, net thuis. En hier, hier liep pas een man of een moeder en kind samen, samen met de vader liepen ze zeg maar, hier overheen. En daar doe je het voor. Als ik onstabiel ben en ik voel me eigenlijk niet lekker en het loopt niet lekker, er zijn er gewoon nou genoeg heel veel punten waar ik me eigenlijk op kan halen. En denk van, oh ja, mijn bestaansrecht heeft toch nut. En dat is toch leuk, dan heb je toch iets aan, ook al ga je ooit weg of zo, of je tijd is geweest. Kijk, nou, je laat mij maar toch iets na, iets tastbaars, iets wezenlijks. De Wageningse groep Matlot speelt traditionele liedjes op vergeten instrumenten. Vroeger, voor de opkomst van radio en grammofoon, speelden muzikanten op feesten, bruiloften en begrafenissen. Matlot wil die speelmanscultuur levend houden. De Wageningen in de Polder wonen drie gebroedertjes, dat gij er nog al gehoord. De eerste die brouwt, de tweede die schenkt, de derde die drinkt. Oude jongste broedertje, dat geldt in mijn vrouw niet. Hey! Maar wat is er met je aan de hand dat je in deze tijd leeft, dat je denkt, ik ga zo'n antiek ding en zo'n dode geit, ga ik nog een beetje ouderwetse muziek lopen maken. Dat is toch een prachtig instrument, Harald? Dat zeg dat ik wil toch je niet. Toch ook spelen? Maar, ja, maar je hebt zoveel nieuwe dingen tegenwoordig, waarom ga je nog met die oude dingen... Wat... Omdat ze zo mooi zijn, voordat iedereen dat weggegooid heeft. Dat is het jammer, idee. Hè? Ja, dat mag niet verloren gaan en dan ga je het terugbrengen. Stukje... Iets behouden zit er wel in je. Ja. Iets behouden van al die mensen voor ons die het ook gedaan hebben, die hun hart en ziel gegooid hebben in deze muziek spelen. Wageningen in de poorten wonen drie gezustertjes, hebt gij er nog al gehoord? De eerste die naait, de tweede die breidt, de derde die spint. Mijn oude jongste dochtertje, dat geldt je met duimen in. Wat jij net zei, dat integreert me wel. Weet je, ik voel die hele voorgeschiedenis en dat houden we levend. Ja. Lukt dat? Nou ja, je ziet ons en wij doen het. En daar waar we het spelen, raakt het mensen. Ja, dus afgelopen vrijdag hebben wij gespeeld hier in Pieter Pauw, in het verzorgingstehuis. En hoe mooi het is om te zien dat op het moment dat wij gaan spelen, mensen tot leven komen, werkelijk tot leven komen. Maar die leven dan op ja. En die zijn heel blij dat jullie muziek geven. Ja, muziek komen maken, ja. En juist ons soort muziek, denk ik, omdat ze dat ook weer herinnert aan wat ze zelf vroeger meegemaakt hebben of gehoord hebben. Ja. Nou, zijn jullie een clubske met al de muziek? Dan moet je ook veel repeteren, denk ik, want anders dan wordt het niet wat. En heb je dan een middeleeuws lokaaltje waar je dat doet? Nee, gewoon bij ons thuis. Dit is een repetitieopstelling. Ja. Is heel huiselijk. Maar dus, ineens is de ding veranderd. In een doedelzak kwam gisteren ook nog wel, maar dit is een koeienhoorn. Ja, in een fluit veranderd. Ja. En ik zie daar nog iets heel mysterieus. Ik zou zeggen foekenpot. Ja, goed. Echt? Ik heb dat bijna nooit in het echt gezien. Altijd op schilderijen. En... Foekenpot, rommelpot, laat zei iemand knorrenpot. Maar dat horen we niet zo vaak. Meestal foekenpot of rommelpot. MUZIEK
ik ben even stil van, want het is zoveel tegelijk. A, vind ik die fluit heel bijzonder klinken, heel mooi vol. Ja, maar je speelt er dan weer op, alsof je ter plekke met iedereen wil gaan doen. Ik ga echt zo, ja, jij nou, Ja, muziek is ook contact leggen. Ja, maar dat ding helpt wel als je dan zo'n ding zo... Denk je, dus, nou, dat vind ik heel leuk. Jij zit dan echt, eerst mag je niet meedoen. Nee. En, dan, ja, en dan mag ik meedoen. Mag je dan, en dan gaat het showen. Dan gaan we ook... Dus er is nogal wat, hè? Ja. Maar jullie zijn bezig met het bewaren van oude muziek. Ja. Maar waar vind je die muziek? Nou, we zijn op allerlei plekken. Bijvoorbeeld in de Provinciale Bibliotheek van Leeuwarden heb je bijvoorbeeld. Daar is een schriftje van een speelman. Het is een collega van ons, maar dan uit 28. Violist, die heeft heel netjes zijn muziek opgeschreven. En het is toch ook hartstikke leuk om die oude muziek weer te spelen. Jullie spelen nu dit, terwijl jullie zijn niet zelf stokoud al. Is er in jullie leven nog ruimte voor andere muziek? Muziek mee maken. Ja, dat is toch heel leuk? Ja. Nou, het leuke is eigenlijk, want je zei het is oude muziek, maar dit is muziek waar je, eigenlijk net als in de jazz, we hebben wel een liedje, maar daar moet je iets van maken. Je weet niet meer hoe het was. Dus dan mogen wij van alles doen wat wij er mooi bij vinden. Wat voor akkoord vind je mooi? Wat voor ritme zou mooi zijn? Moet het snel? Moet het langzaam? En het geeft heel veel ruimte om te improviseren, zoals je net eigenlijk hoorde. Dus alles wat we horen nu, dat is jullie interpretatie van wat er overgeleverd is. Ja, precies. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Ik zou eigenlijk stiekem aan jullie willen vragen. Ik hou heel erg van melancholieke muziek. Ja. Wat is jullie zieligste liedje? Ik heb gespeeld al met meneer de graaf, zal wel bij dagen als bij nachten. Ik heb gespeeld al met meneer de graaf, zal wel bij dagen als bij nachten. Ik moet nu dragen van hem een kindje klein. En ik wil dat hij de vader wezen. Ik moet nu dragen een kindje klein. En ik wil dat hij de vader wezen. Ik heb wel een beetje meelijden met meneer de graaf. Heeft hij één keer in zijn leven een misstap begaan? Moet hij het 400 jaar aanhoren.